Ja, dames en heren, hartelijk welkom bij totaal iets anders wat je niet zou verwachten op mijn kanaal. Namelijk, ik ga een liedje maken. En als het een beetje in de smaak valt en als jullie het vet vinden om te zien, dan ga ik zeker nog meer liedjes maken. Maar we gaan over om te beginnen gewoon eventjes lekker na het intro beginnen met een liedje. Let's go! Okay, people, let's go to work. Het programma wat we doen is Fruity Loops. En Fruity Loops is een heel leuk en eigenlijk simpel programma. Als je de basis weet is het helemaal heel erg simpel. Maar als je aan de linkerkant kijkt, dat zie je hier aan die hele balk die ik nu naar beneden scroll. Zie je dus allerlei geluidjes. Ik moet meervoud doen, want het zijn er echt een hoop. En ik heb bijvoorbeeld hier de hardstyle pack heb ik geopend. En dan Cool DB, dat zijn de kicks. Dus hoor je echt de... Dat zijn de lekkere kicks. Nou, ik ga even een lekkere kick uitzoeken. Ik vind die eerste die we hadden, vind ik eigenlijk wel lekker. Ik, even kijken, we doen hem wat langer maken. En dan doe ik hem ongeveer, we doen een beetje een grappig melodietje. Even kijken op die beat. Hij mag iets sneller, dat we een beetje een... Ja, dat is vet. Oké, om te beginnen hebben we nou een beetje de basis. Het is een beetje simpel. We gaan het ook niet te ingewikkeld maken. En we gaan er een clap bij toevoegen. Dit is meestal de standaard clap. Die houden we op de tweede maat elke keer. En dan pakken wij natuurlijk een soort van snare. Ik wil een lekkere snare hebben. En hier heb ik allerlei claps en snares. Als het goed is onderop. Maar dat zijn een beetje hardstyle snaren. Dus ik ga even in een andere pack kijken of we iets anders kunnen vinden van een lekkere snare. Nou, ik denk dat ik even sample en beats ga kijken. Percussion. En dan gaan we even kijken wat hierbij zit. Ik vind het wel een hele aparte. Oh, die gooi ik nou op de Gladiator. Dat is niet goed. Die moeten we daar. Die. We doen hem daar en we doen hem op daar. Je zult dadelijk merken hoe dat dan klinkt. Dan wil ik nog even de percussion FX. Wat is dit? Oké, een beetje de special effecten. Die gebruik ik ook nog wel eens vaak. Dat klinkt ook wel lekker. Nou, stel je voor, we doen gewoon random geluidje even erop zoeken. Je hebt heel veel keuzes. Er zitten bijna, ik denk, 20.000 geluiden in wat ik heb gedownload ooit. En van mijn vrienden heb gekregen. Dat is wel een lekkere. Die kunnen we bij... Doen we die. Tik, tik. Tik, tik, tik. Het is heel simpel. Maar nu... Oké. Je hebt soms hele gekke geluiden. Ik wil daar ook nog een baslijntje krijgen. Maar we gaan eerst even op zoek naar die heerlijke snare. Dit is wel een beetje een standaard snare. Ik kan hem wel er even op donderen. Maar oké, dan laat ik nu luisteren hoe het nu ongeveer klikt. Daar komt hij. Niet schrikken, hè. Dat klinkt best wel lekker. Ja, dat klinkt nog best wel aardig. Nou, dan gaan we nog even een basje erbij toevoegen. Nou, insert. Even kijken. Dan pakken wij... We kunnen de Nexus kiezen, maar we kunnen Gladiator. Van Nexus heb ik het een en ander wel verstand. Want ik kan hier de bas kiezen. En dan kunnen we bijvoorbeeld... jullie kennen wel Billie Jean van Michael Jackson. Daar wil ik een beetje de baslijn van napen. Dus... Tum, 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 tum. Dus ik zoek even een lekker basje. Deze. Het klinkt wel lekker, hè? Misschien andere nog, maar die basic best. Die klinkt ook wel lekker. Nee, die klinkt heel zwaar. Oké, dat doe ik gewoon met mijn toetsenbord. Ik heb geen keyboard of ik heb geen piano. Dat wil ik misschien nog wel gaan toevoegen later ooit. Maar ik wil het nog niet zo professioneel aanpakken. Ik doe het gewoon lekker op mijn keyboard. Ik denk dat ik gewoon de standaard bass pak. Die bass pulse hadden we. Nee, die sign. Ja, deze hadden we. Je hebt ook nog de... Nee, die is deze doen we. Dus ik moet een beetje... tum 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 tum. Oh, dat is een heel snel melodietje. Dus krijgen we...
Dus krijg je. Ja, dit kost altijd heel veel tijd, mensen. Excuus. Wacht even. Dus krijg je. Nee. Ik gooi even deze beat uit. Ik gooi alleen de kick aan. Dan kunnen we het even luisteren naar elkaar. Dus dan. Hij staat trouwens te hard voor dit nummer natuurlijk, maar. Voor mij is het sowieso. Ja, die klinkt wel lekker deze. Ik weet niet hoe je dit kopieert, dus ik moet het even nadoen zoals ik het op de lijn ziet. Er is ook weer een button voor of een mogelijkheid om het te kopiëren. En de mensen die nu denken van iets van, ja, die kennen het programma beter dan mij. Die zitten zich helemaal kapot ergen van, Vincent, doe het nou goed. En ja, ik snap het, ik doe het gewoon even op een oldschool manier. Dus nu krijg je de beat. Maar je zou dit ook nog kunnen veranderen hoor. Dus als je zou zeggen van. Deze nemen, jongens. En dan gebruiken we de pianorol. Dan zoeken we bij de Gladiator zoeken we een bepaalde manier uit. Nou, je hebt hier bijvoorbeeld allerlei soorten verschillende manieren. Nou, dan pak bijvoorbeeld een atmos. Dat is atmosfeer. Dus dan krijg je een beetje hele magische geluiden. Weet je wel? Ja, dat is heel apart. We kunnen ook bijvoorbeeld rain. Wat is rain? Oh, dat is echt een rain effect. Apart, hè? Maar we pakken geen atmosfeer. Ik wil echt een. Wat is drum pack? Even luisteren. Zo, dat klinkt wel vet. Electro. Dit is echt een beetje de trends, hè? Een beetje de 2012, 2013, 2014 muziek tegenwoordig. Hebben we allemaal van die trends geluiden. Dus wij. Wat kan daar vet bij klinken, jongens? Ik kijk nog even bij de dance trends. Daar heb je ook wel aardig dingetjes. Zo. Anders pak ik gewoon daar een melodietje. En dan ga ik het later aanpassen. Dus hè. Dit klinkt wel lekker. Nee, klinkt niks. Wow, klinkt wel lekker, jongen. Die gaan we gebruiken, let op. Oh, waarom doet hij niet? Oh, omdat hij uitstaat, ik weet het. Wacht, deze moet. Dus krijg je deze. Maar dat is een heel klein effect. Ik vind hem nog niet heel mooi, dus ik ga hem denk maar even aanpassen. Hij klonk wel grappig. Ik vond hem wel leuk klinken. Die klonk wel lekker deze, Nina. Hiervoor. Oh! Ik kan hem niet meer vinden, jongens. Waar stond hij nou, jongens? Ik ben hem kwijt. Shit. Er zijn er zoveel. Stond hij niet bij Electro? Hij stond bij Electronic, hè? Electronic. Ik weet het niet meer waar hij stond. Nou, maak het ook op. Het maakt op zich niet uit, ook. Want we hebben zoveel.
klinkt wel echt, dat klinkt leuk om toch gewoon dingen te proberen. Weet je die Tetris zooi? Dat ben je dit. We moeten even een heel vet te vinden. En anders een doe gewoon een atmosfeer erdoor. Even kijken hoor. Wat is dit? Nee. Ik zou deze hoog doen. Nee, oh man. Ja, soms. Je moet even lekker net even dat tintje hebben tot je denkt van. Moeilijk. Nou, en dan gaan we een. We kunnen ook meer een beats bij toevoegen. Dus bongo's. Dat vind ik ook wel lekker om even bongo's erbij toe te voegen hoor. Zo, dan klikken we alles klikken we aan ook. Gewoon die lijnen wat we hebben, zeg maar. En dan heb je dit. Even zonder dat melodietje. Oké. En nu kunnen we wel een beetje even kijken. Want we hebben zoveel. We kunnen trouwens, als we hier kijken bij geluiden. Dan heb ik nog dingen van bij users. Er staan nog hele rare dingetjes bij. Bubbling, bubbling. Old school. Dat zijn een beetje jingle bells. Dat is bekend. Even kijken. We hebben nog. Ja, ik heb zo lang niet gekeken ook. Deze is ook wel grappig, geloof ik. Er zitten ook wel rare dingen bij. Beetje geluidjes, beetje effectjes, beetje. Ja, alles door elkaar een beetje. Waterbottle. Nou, waar heb je het voor nodig? Ik weet het niet. Knok. We kunnen knok erbij doen. Je kan eigenlijk zoveel dingen doen. Klinkt vet. Dan gaan we nog even een melodietje maken, want melodietjes hebben we nog niet te veel laten zien. Maar we gaan dan weer even. Ik denk Nexus ben ik eigenlijk wel meer een beetje. Die heb ik wat meer gebruikt, dus daar weet ik een beetje iets meer van. Bijvoorbeeld, ik pakte meestal de dance volume. Hier heb je meestal de vaste. Nou, bijvoorbeeld dit doe je dan. En dan ga je een beetje de melodie moet je dan afspelen en dan moet je gewoon een beat eronder maken. En die beat die ga je dan ongeveer nadoen. Dus.
ik rommel wat hoor jongens, dus dat je niet denkt van oh. Oké, en als je dit bij elkaar doet, dan kan je ongeveer dit krijgen. Nu moet je maar denken, dit is alles bij elkaar. Daar komt jongens, een beetje harder. Nou, dat was even heel apart. Dit is niet echt een compleet liedje. Wel wat ik net ongeveer liet horen, is wel een grappig mixje. Wil je meer van deze mixjes horen en lijkt het je leuk om gewoon weer even een liedje van mij te horen? Plaats een leuke reactie beneden. En bij minimaal 1000 weergaves, 1000 views, wil ik sowieso een deel 2 maken. Dus dat komt helemaal vet in orde. Vergeet ook geen like te geven, want bij de 200 likes ga ik zeker ook meer liedjes maken. Dus 200 likes minimaal. En dan gaan we zeker door met de DJ shit. Wauw, stoer hè? DJ shit. Oké, bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei doei!